Je lust krijgt mijn zegen, al is mijn wachten de hel. Hij is niet verdorven en zelfs al was hij het wel. Mijn naam is Bas Belleman, ik ben dichter en heb Shakespeare's sonnetten vertaald. Ik ben opgegroeid in Egmond. Ik ging in Alkmaar naar school, naar het Murmelius. En ging daar mijn eerste gedichten schrijven, liet ze lezen aan leraren Nederlands. Toen is wel bij mij het idee ontstaan om dat serieus aan te pakken, ja. En Shakespeare vertalen, ja, dat kwam eigenlijk pas toen ik recensent was. En ik was recensent voor Dagblad Trouw, ik zat ook in een literaire jury en ik moest toen zoveel boeken lezen. En toen dacht ik, ja, nu ben ik toch wel in een soort fuik beland. Dan hou ik van literatuur, ben ik daarom recensent geworden. En nu ben ik recensent en lees ik vooral boeken die me eigenlijk niet zoveel interesseren. Dat kon ik na een tijdje niet meer goed verdragen, toen ben ik ermee gestopt. En heb ik in een soort dramatisch gebaar Shakespeare uit de kast getrokken. Ben ik gaan kijken waarom dat ook alweer zo goed is. Nou, dat bleek inderdaad wel fantastisch goed te zijn. Er kwam een moment dat iemand me vroeg om wat gedichten voor te dragen, liefdesgedichten op Valentijnsdag. En toen wilde ik ook een van Shakespeare's sonnetten voordragen. Toen kon ik geen goede vertaling vinden en ben het zelf gaan proberen. En toen dacht ik ook dat het best goed ging. Ik kon het op dat moment natuurlijk nog niet, want het is 400 jaar oud. Ik had alle handboeken nog niet in huis, maar ik was een beetje mee begonnen. En het liet me gewoon niet meer los. Dus ik ben er gewoon mee doorgegaan. Hij heeft 154 sonnetten geschreven en 126 daarvan zijn gericht aan een jonge man die veel geld heeft en uit hogere kringen komt. En dat levert hele geladen poëzie op, waarin Shakespeare de hele tijd naar zijn eigen ziel en zijn eigen driften kijkt, maar ook die jonge man van alles verwijt. En dan schrijft hij bijvoorbeeld, jouw slaaf ben ik, dus volg ik al je grillen. Op ieder uur en elke dag van jouw verlangen. Want ik heb zelf geen tijd om te verspillen en niets te doen tot jij mij wilt ontvangen. Mijn vader stierf niet toen de mijn instortte. Trompetisten sterven niet, zij gaan heen. Zij worden als een wonder geblakerd en zo ver buiten de mijn gevonden dat niemand verantwoordelijkheid draagt voor hun dood die je daardoor licht of zwaar zou kunnen noemen. Ik ben Maria Barnaf, ik ben dichter en beeldend kunstenaar. Ik werk vooral met taal in alle disciplines. Mijn laatste bundel is wel een bijzondere voor mij. Ik was nieuwsgierig naar de afkomst van mijn oma die uit Polen komt. En dat verhaal ben ik gewoon met lijf en leden aangegaan. Ik heb niets weggelaten. Ik heb me ook niet zorgen gemaakt over of het sentimenteel zou worden of nostalgisch, wat natuurlijk best een gevaar is als je over het verleden gaat schrijven. En door dat boek heb ik eigenlijk herontdekt dat het goed is om soms niet alles van tevoren al te willen weten en gewoon maar ergens in te duiken. Zo ben ik ook ooit begonnen. Maar dat ben ik misschien soms een beetje kwijtgeraakt. En ik wil het nu nooit meer vergeten. Ik ben sinds kort, of eigenlijk alweer een half jaar, stadsdichter van Alkmaar. Ik dacht om wat onderwerpen aangereikt te krijgen, dus dat ik niet alles zelf zou projecteren op Alkmaar, heb ik een loterij georganiseerd op Koningsdag. En de winnaar zou een gedicht krijgen met een onderwerp naar keuze. En het verrassende was dat de winnaar een jongetje en een meisje bleek te zijn. Die hadden samen een loodje gekocht. Ze hadden allebei 50 cent. En Felina wilde een gedicht over haar hond en Valentijn over zijn oma. Mijn oma. Mijn oma weet zelf het meest over haar. Ze heeft bloemen. Ze kan breien en haken en bieten, planten en ze eruit trekken. Opa speelde altijd piano en oma gitaar. Ik maakte met haar een schilderij. Ik knipte en plakte in een rechte lijn. Elke dinsdag gaan we eten, filmpje kijken, Lego, walkie-talkie, heel fijn. In de middag is papa jarig. Wij zijn het feest. Rijmt een koe op boe? Dat wilde hij weten, want hij wist nog niet wat rijmen was. Daar hadden we het uitgebreid over gehad. En aan het slot van ons gesprek kwam hij met de geniale vraag, rijmt een koe op boe? En misschien moet dat ook wel de beginzin zijn. Ik ben er nog mee aan het worstelen.
Ik zou willen dat ik het gesprek zou kunnen reconstrueren. Dat er filmopnames van waren. Dat alles steeds opnieuw kon beginnen. Hoe je me naar binnen hengelde, weet ik niet meer. Ik zat natuurlijk al lang aan het haakje. Ik biechtte op anti-jou te zijn geweest. Dat ik zo'n spijt van had. Jij zei dat het heel goed aanvoelde. Dat je nooit snapte waarom ik zo gereserveerd was. Maar nu zaten we hier. En wat denk je, lieve boy? Gaan we zoenen? En ik zei, ik sluit het niet uit. Ik ben Joost Vries. Ik ben schrijver. Ik schrijf essays. Ik schrijf romans. Ik schrijf korte verhalen. Ik heb theater geschreven. Ik ben geboren in Alkmaar. Ik woon zelf in Heergewaard. Dus ik ben echt totaal een kind van de streek. Maar nu woon ik dan toch in Amsterdam. Dat is toch een beetje het lot van iedereen die in de culturele sector zit, dat je vanzelf die kant op drijft. Gek genoeg ben ik begonnen als kind met strips. Dat was echt mijn grote passie, stripboeken maken. En ik weet eigenlijk niet waarom ik daarmee gestopt ben, maar op een gegeven moment ben ik meer gaan schrijven. Dat vond ik fijner. En dat denk ik echt vanaf mijn 15e, 16e heb ik dat altijd gedaan. Voor mij was dat ook de reden om bijvoorbeeld journalistiek te gaan studeren, omdat ik het gewoon zo fijn vond om de dingen die je in je hoofd hebt om te zetten naar tekst. Dat is altijd zo'n vertaalslag waarin altijd iets gebeurt wat je zelf ook niet verwacht. En dat is denk ik wat voor mij het leuke is van schrijven. Dat je nooit van tevoren precies kunt bedenken waar je zelf gaat uitkomen. Ik werk nu aan een roman waar ik eigenlijk al 6 jaar geleden of 5 jaar geleden mee begon. Maar in de tussentijd kreeg ik opeens een idee van een ander boek en toen heb ik dat boek gemaakt. En nu keer ik dan weer terug naar waar ik mee bezig was. En is het ook wel weer verrassend om te zien wat je gedaan hebt en wat je bedacht hebt. En het is ook leuk om met een soort afstand terug te kijken naar wat je hebt gemaakt. Het is toch een heel raar creatief proces, omdat alles dat je opschrijft ben je zelf. En toch staat het ook van je af.